Mijn vader die was altijd onder de vrouwen, zoals hij zei. En vrouwen zijn de baas, dat vond hij. Hij had een hele geëmancipeerde blik. Ik vond handwerken vrij vervelend. Ik had veel liever met de jongetjes meegedaan. En dat vond ik toen al een gevoel van onrechtvaardig. Ik ben toen naar het gemeentelijk lyceum en heb daar de gymnasium Alpha kant gedaan. Ik liep niet de kantjes eraf. Ik was een beetje braaf misschien. Geïnteresseerd. Mijn vader geloofde ook echt in ontwikkeling. En die liet mij boeken lezen en gedichten schrijven. En ik moest blokfluit spelen. Echt, hij had aandacht. Ik ben na de dood van mijn vader ben ik gaan stotteren. En dat werd geleidelijk aan heel erg. Dus voor mij is die strijd tegen die handicap eigenlijk, ja, net zo belangrijk geweest als feminist zijn. Maar misschien is het ongeveer wel hetzelfde. Want ja, dat je wil spreken en dat je je mond wil open doen, dat was de metafoor eigenlijk voor het feminisme. Vrouwen hebben ook wat te zeggen. En wat wij zeggen is belangrijk. Mijn moeder was onderwijzeres. Mijn vader had dus geen werk. Uiteindelijk denk ik dat het ook heel fijn is geweest dat mijn moeder werkte. Omdat mijn vader kon doen wat hij zelf graag wilde. Hij ambieerde toch alles rondom de klassieke muziek, zeg maar. We komen totaal niet uit een academisch milieu. Er was niemand die studeerde. Ik ben de eerste die is gaan studeren. En dat heeft echt te maken met dat de middelbare school daar een onderwijzeres was. Juffrouw Pauwme, die ook nog geweest is op mijn promotie. Die dacht, dit kind moet door. En bij mijn moeder daar natuurlijk een goed oor op voor vond. Mijn moeder was behoorlijk ambitieus. Echt heel erg ambitieus naar de kinderen. Ze heeft me leren rekenen en weet ik wat. Opdat ik maar de eerste klas van de lagere school zou kunnen overslaan. En dat is er gelukt. Mijn ouders wouden dat ik ging studeren, vooral mijn moeder. Want het is een huwelijksmarkt. En die moet je maar liefst een partner vinden, dus aan de universiteit. Want dan ben je veel beter uit dan waar dan ook. Nee, mijn moeder moedigde me echt wel aan om te studeren. Die heeft dat ook echt wel achtergestaan. Een beetje talen rekenen haal je wel in. Nou, ik was ondeugend. Dus ik ben altijd erg blij dat ik geen lagere school heb gehad. Toen ben ik naar die Montessori school gegaan. Want ik was ook wel leergierig. En de leraren waren enorm gemotiveerd. Dus het was een hele leuke schooltijd. En waarom sociologie? Ja, dat was een heel onbekend vak in feite. En ik herinner me de eerste colleges. Ik dacht, mijn hemel, wat doe ik hier? Dit is een hele rare toestand. Ik dacht, nee, ik geloof toch maar dat ik een ander vak ga kiezen. Want dit gaat hem niet worden. Maar nou, op de een of andere manier ben ik toch gebleven. En heb ik die studie gedaan. Ann Schellekens, zij had onderzoek gedaan naar buitenshuiswerken van gehuwde vrouwen in de jaren 50. En dat waren echt vernieuwende onderzoekingen. Ik kwam bij haar terecht en ik wilde ook wel over de emancipatie van de vrouw in Nederland. Het was de tijd van activisme, van bezetting. En ja, ontzettend spannend. En je had ook echt het gevoel dat het iets uitmaakte wat je deed en wat je zei. Dat je de wereld echt kon veranderen. Ik ben nog huisarts zonder de huisartsopleiding. En ik heb gewoon mijn kandidaat gehaald 3 maanden nadat Marieke geboren is. Dus ik kon dat heel goed. Bert liep de kooschappen. Dan bleef die thuis 6 maanden fulltime de kinderen. Later is nog een tweede bijgekomen. En daarna deed ik het weer zo. Dus het was om de buurt. Ontzettend prettig geweest. Want we zijn op dezelfde dag samen afgestudeerd. Er waren wel meer die gingen studeren vrouwen, maar het was niet gewoon. Ik kwam hier ook aan en ik geloof 400 jongens, maar 33 meisjes. Hè. Ik ben sociologie gaan studeren, agrarische sociologie was dat. Niet omdat ik het zo leuk vond, maar omdat ik verliefd was en ik echt niet weg wou daar. En ik ging ook dit studeren, omdat ik toch wel zou gaan trouwen. He, dan kan je kijken of je ooit nog eens een bijbaantje kan. Zo heette het toen ook echt. En misschien doe je nog een bijbaantje. Maar het was echt niet dat je dit ging doen om te gaan werken of zo. Ik ben uiteindelijk rechten gaan studeren, omdat ik merkte dat dat een korte opleiding was. Ik ben een jaar naar Amerika geweest met een beurs in die tijd. En ik ben ook overspannen geweest in die tijd. We kregen toch een soort backlash, denk ik wel, van de oorlog. Van 52 tot 58.
over gedaan. Maar als je dan rekent dat je 2 jaar uit de running bent, heb ik vrij snel gestudeerd. In 67 begin getrouwd. Waarbij ik wel de voorwaarden heb gesteld, heel nadrukkelijk, ik blijf werken. Hugo de Jager, hij was staflid bij sociologie in Utrecht. En die zei, ik zoek nog wat mensen voor je, ja, om bij de universiteit te komen werken. Die eerste paar jaar was het vooral onderwijs geven. Maar toen kwam op enig moment een nieuwe hoogleraar, Reinhard Wippler. En die, en dat was voor mij nieuw en dat was spannend, die riep, mensen moeten wel promoveren. Kom op, hè. Je kunt niet aan de universiteit werken en niet promoveren. En toen dacht ik, ja, dit gaan we doen. Toen Ellen geboren werd, toen ben ik weer na 3 dagen teruggegaan achteraf. Onzin. Achteraf echt onzin. Maar goed, toen, in de verhoudingen van toen, was dat wel ja, het meest voor de hand liggen. Ik bedoel, ook een beetje het gevoel van het maximum haalbare. Ik herinner me dat er een tijd was dat ik elke zaterdagochtend naar de Uithof ging. Om daar, dat was het laatste jaar voor de promotie, om daar een paar uur gewoon rustig te kunnen werken aan het proefschrift. Dat ging dan over beroepsdeelname van gehuwde vrouwen met hoge opleidingen. Het probleemgebied lag dicht bij mezelf, maar het bleef een heel afstandelijk proefschrift. Achteraf misschien een beetje te afstandelijk. Emancipatieproblematiek is eigenlijk wel heel leidend gebleven in mijn onderzoek daarna. Met Attie de Jong hadden we een soort experimentele studie naar leidinggeven van vrouwen. En dan bleek dat dat eigenlijk niet zo gek veel anders was dan dat van mannen. En dat schreven we in dat artikel. Nou, Siska Dresselhuis was echt boos. Hij was woedend, dat kon niet. En, nou ja, het was wel iemand, hè, bedoel, opzij. Toen dat afgelopen was, hadden we een paar mooie boekjes. Met name ook dat model voor positieve actie. Dat was een heel goed beleidsmodel. Toen zeiden Attie en ik tegen elkaar, dit moeten we nou toch, zou je kunnen vermarkten. En zulks geschiedde. Wij zijn op 1 januari... 1987 toen begonnen met De Jong en Van Doorn naar Huiskes. Bij gemeente X, Y, Z, we zijn overal geweest, universiteit. Ik heb het hele land rondgehold. Overtuigen dat het goed was om hun vrouwelijk talent te koesteren. Mijn hele loopbaan is eigenlijk een beetje in het kader van dat duw- en trekwerk geweest. Ik wilde ook wel in de Nederlandistiek werken. Want in die tijd was vrouwenstudies, waar ik toen werkte, je moest van goede huizen komen om daar te werken. Want we moesten ons enorm invechten. Er is heel veel weerstand tegen vrouwenstudies geweest. En op een gegeven moment had je daar wel eens even genoeg van. Dacht je, nou weet je wat, als ik nou eens gewoon in de Nederlandistiek ga werken, dan kan ik hetzelfde doen, maar met meer gezag of... Zonder dat je er altijd zo verschrikkelijk voor hoeft te vechten. Ik bedoel, ik was met cum laude gepromoveerd. Ik had een boek geschreven wat iedereen goed vond. Maar goed, stelletje, etterbakken. Maar goed, binnen de universitaire wereld is natuurlijk ook... Ja, dat is ook een strijd. En ik dacht op een gegeven moment, nou... Ik wil gewoon voor mezelf beginnen nu. Dus toen ben ik in Maastricht het Centrum voor Gender en Diversiteit op gaan zetten. En daar kon ik ook hoogleraar worden. Ik kon gaan samenwerken met Mieneke Bos. Want die had eigenlijk het Centrum voor Gender en Diversiteit gewoon bedacht. En ook organisatorisch mogelijk gemaakt. En die had opzij leerstoel binnengehaald. Dus Mieneke en ik hadden wel een soort feeling voor... waar ligt het gat in de markt? Op een gegeven moment haalden wij echt... ik geloof dat we wel 500.000 per jaar zo'n beetje gemiddeld binnenhaalden. Dat ging heel goed. Dus toen steeg onze status binnen de faculteit. Toen ineens werden we paradepaardje. Vooral als er... verslagen moesten worden ingeleverd van wat de faculteit allemaal had gepresteerd. Nou, dan stonden wij met stip bovenaan. Ik ben wat dat betreft heel erg veranderd. Ik ben natuurlijk heel separatistisch geweest. Hè? Alleen maar lesbiennes, alleen maar vrouwen. En dat was misschien ook op een gegeven moment nodig. Tenminste, ik dacht dat het nodig was. En het heeft ook veel effect gehad. Maar ik ben nu echt heel erg van
bruggen bouwen, samenwerken. Toen ik begon in de geneeskunde, waren de seksverschillen nog altijd een blinde vlek. Dokters waren ook per definitie vijanden erg voor de vrouwenbeweging. Er was weinig ook voor het feit dat er ook een nieuwe generatie vrouwelijke artsen, weliswaar nog in de minderheid, maar ook huisartsen, ontstond, die gewoon andere gedachten hadden. In 1978 was ik dus net begonnen. Ik had wel een beetje geleerd hoe ik dokter wilde zijn. Heel veel ontevreden vrouwen kwamen en die verwachten ook heel erg veel van mij. Geweld was er toen ook al. Incest. Die had ik natuurlijk wel dan al van gehoord, maar niks meegekregen hoe je dat moet doen. Terwijl als je ervaren bent nu, denk ik eigenlijk, over kijk je rustig. Ik zal je wel wat te bieden hebben. Toen ik begon met mijn leerstoel, 96, moet ik ook erbij zetten, toen was het feminisme natuurlijk een beetje uit. Ik was al bezig met eigenlijk dat onderwijsprogramma wat we toen hebben gedaan, hè. Het keuzeblok seksspecifieke geneeskunde. Keuzeblokken, dat was eigenlijk de profilering en het wetenschappelijk onderzoek. En de ander, dat was het integreren. Doel bereiken is een gendersensitieve geneeskunde. Hè. Dat is heel simpel. Ik vind het heel belangrijk dat gewoon de medische zorg van huisartsen aan vrouwen, ook aan mannen, maar aan vrouwen en alles wat te maken heeft met seksualiteit en alles wat onder de gordel zit, zal ik maar zeggen, en alles wat te maken heeft met de geslachtsorganen, dat goed gebeurt. Ik heb echt het idee dat veel beter kan. Ik was er erg voor de kinderen, ik was getrouwd. Ik zat helemaal in het traditionele model. En die scheiding haalde me daar natuurlijk uit. Ik heb een hele moeilijke tijd gehad tussen 75 en begin 78. Toen ik daaruit kwam, was ik veel zelfstandiger. Had ik veel meer vertrouwen in mezelf. Ik was uit dat traditionele model. Ik kreeg een opdracht om de motieven van echtscheiding te achterhalen. En dat was eigenlijk bedoeld in de hoop, als we de motieven weten, kunnen we die wegnemen. Kunnen we die oorzaken wegnemen. En dan wordt er niet meer gescheiden. Echtscheiding is geen modeverschijnsel. Nou, dat weten wij zo langzamerhand wel. Maar toen sloeg dat in als een bom. Iedereen had gedacht, de echtscheidingswet is veranderd in begin jaren 70. Dan krijg je even een hoofd van echtscheiding, want je mag nu zelf kiezen. Maar dan gaat dat wel weer teruglopen. En dan komt er iemand met zo'n dik wetenschappelijk boek. En die zegt, nee hoor, jongens, het blijft hetzelfde. Misschien wel meer. Ik werd feministisch socioloog. Nou, dat was niet helemaal gewoon. Maar ja, mijn basis was goed, dus ik mocht blijven. En later werd ik spiritueel feministisch socioloog. Nou, je kan je voorstellen dat als je in het begin al een opruier was geweest, had je het nooit kunnen standhouden op zijn universiteit. Ik deed jaarlijks onderzoek naar vriendschap, naar huwelijk, naar redden. En omdat ze onderzoek en mensen graag getallen horen in kranten, kwam het best in de kranten. En ik dacht, ja, wat weet ik nou eigenlijk van relaties? Wat weet ik ervan? Ja, 1000 mensen interviewen wil niet zeggen dat je van de diepste lagen, van waarvoor dienen ze dan en wat is liefde? En dat je daar iets van weet. En zo ben ik bij die spiritualiteit gekomen. Anders was ik daar nooit gekomen als ik niet een hele diepe, echte, authentieke wens had. Ik wil meer weten erover. Ik wil meer de diepte in. Niet oppervlakkig, wat doen mensen en wat voelen ze, maar waar dient het allemaal voor? Een hele diepe drijfveer is bij mij altijd geweest van het vrouwelijke in deze samenleving moet versterkt worden. Alles draait maar om mannen en dat is niet het enige wat klopt. Toen heb ik nog een tijdje advocatuur uitgeoefend, maar het was toch moeilijk combineren met de kinderen. Ik heb nog geprobeerd bij een kantoor te kunnen komen, maar dan moest ik fulltime werken, anders namen ze je niet. Wat onzin is, want het gaat om je output. En nou ja, toen kregen we de burgemeester op bezoek. Ja, het klinkt wat snobbish, maar het was echt waar. En die zei, waarom ga je niet bij de universiteit werken in Leiden? Toen werd ik daar medewerker in Leiding Recht, part-time, is ideaal. En die aanstelling was ook, ik zal maar zeggen, een half jaar dat je het heel druk had en dan kon je weer wat rustiger doen. Daar kon ik helemaal niet tegen rustiger doen, dus toen ben ik actief geworden in D66, in MVM. Ik had een rubriek voor de krant Wet en Recht of zoiets. Het strafrecht moest veranderen. Het recht is in beweging. En daar was ik dus over gaan nadenken, rechtssociologisch min of meer. En
daar wou ik dan ook graag wel op promoveren. Maar niemand promoveerde in die tijd. Dat was echt ja, een soort hobby. Toen ben ik dus in Amsterdam gepromoveerd. En dat heeft Leiden mij zeker niet in dank afgenomen. Dus toen Bram de Zwaan langskwam en zei... wij zoeken in Amsterdam bij de andragologen een hoogleraar sociale hulpverlening. Is dat niks voor jou? Heb ik dat gedaan. Ik had als plan om allerlei initiatieven die er in de jaren 70 ontstonden... want er was natuurlijk veel meer gaande, ook bij de militairen, bij de jeugdzorg en zo... rechtshulp, sociale advocatuur, alles was in beweging om daar onderzoek naar te gaan doen. Dat was mijn insteek. Toen heb ik een boek geschreven, Doe wel en zie om. Maar ik merkte bij de hulpverlening dat er heel veel onzekerheid was. En vooral in de gedwongen sector, waar ik dus veel mee te maken had. Reclassering, jeugdbescherming. Zagen zichzelf als verlengstuk van justitie, terwijl ze zich zo niet voelden. En dus daar was een heel groot gebrek aan zelfvertrouwen. En dat werd min of meer door het management ook bevorderd, omdat ze toen met protocollen gingen werken en het afvinksysteem. In plaats van de professionaliteit van de thuiszorgwerkster van te erkennen. Daar heb ik een theorie over ontwikkeld. En ook dat je dus de empathietheorie hebt en de rechtvaardigheidstheorie en hoe je die moet combineren als hulpverlening. Toen kwam die uitgever van ja, een herdruk. Daar had ik helemaal geen zin in. En toen heeft Hanny Raaf, een docente bij het HBO, die zei nee, we gebruiken dit boek heel veel, het HBO, en zullen we niet samen het bewerken. Ik heb voorbeelden uit de praktijk, ze had een hele vlotte pen. Jij hebt die theorie. En toen hebben we dat boek geschreven in de frontlinie tussen hulp en recht. En dat heeft 4 drukken beleefd en dat deed hartstikke goed. Blijft lastig, de hele man-vrouw verhouding. De vrouwen realiseren zich dat niet zo goed. In het werkzame leven hebben ze natuurlijk ontzettend veel voortgang geboekt. Ja, die topposities, dan krijg je weer de discussie van parttime werken of fulltime werken. Ik vind dat dat punt wel veel veranderd is. Alleen... de machtsverhoudingen zijn nog steeds dat de mannen toch in feite de dienst uitmaken. Ja, het is ook verdomde moeilijk. Maar iedere generatie moet daar weer zijn eigen weg in vinden.